God houdt zoveel van ons. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat wij kunnen leven in overvloed. In overwinning. In gezondheid. Halleluja. Halleluja. En in het eeuwige leven. Kira brasando robrose. Halleluja. De volgende momenten zijn momenten van aanbidding. Dus schroom niet om uw hart op dit moment uit te storten. We staan hier in zijn tegenwoordigheid. Halleluja. Dit is het moment om bij onze Vader op schoot te kruipen. En zeggen: Heer, ik heb u lief. Ik dien u met alles wat ik heb. Alles wat ik ben wil u dienen. Hier abrazando robro seker in de rebrazan. Halleluja. Halleluja. Zing dank u voor het kruis. Halleluja. Zing dank u. Het kruis hier. Grootste schat.
Zingen niet waardig is Holder of waardig is Abel. We zingen waardig is het Lam.
Het draait om de Heer Jezus. En we zijn hier vanavond om de Heer Jezus groot te maken. De getuigenissen die u hoort, ik heb de mensen die genezen, heeft de Heer Jezus gedaan. Maar hij wil u en mij gebruiken als een partner. Dus het is balans. Je kunt niet zeggen, ik heb er niks mee van doen. Want God heeft ons geroepen om die dingen te doen. Maar je kan ook niet denken dat jij het doet. Want het is God door jou heen. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik kan niks. Nee hoor, ja, je kan wel wat. Want de Heere zegt, in mijn naam kan je dingen doen. In jezelf kan je niks doen, maar in zijn naam hoor je dingen te doen. En het is, dit worden twee krachtige avonden. Ik heb Gods geest ervaren op hele sterke wijze voor deze conferentie. Ook in de auto hier naartoe. Ik probeerde te slapen, maar Gods geest is zo sterk over mij. Dus ik weet dat hier dingen gaan gebeuren vanavond. Het zal een krachtig onderwijs zijn. En we zullen wonderen en tekenen zien. Nu luister. Waarom doet, als God geen mensen verhoogt in die zin, maar zijn zoon, dan begrijp je dat als hij mij gebruikt om zijn kracht te openbaren, hij dat doet om anderen te inspireren. Er is alles wat ik doe, kunt u ook doen. Alles wat ik doe in de naam van de Heer Jezus, kunt u ook doen. De Heer gaat een stapje verder. De Heer zegt, alles wat ik doe, kunnen jullie ook doen. De gemeente van de Heer moet wakker worden. Anders gaan we België niet winnen. En gaan we Nederland niet winnen. Hij zegt, alles wat ik gedaan heb, kan jij ook doen. Vele christenen bidden om opwekking en om doorbraak. Wel, ik begrijp het. Maar je krijgt geen opwekking en doorbraak door ervoor te bidden alleen. Je krijgt opwekking en doorbraak door te doen wat Jezus deed. Luister goed naar mij. Bidden is goed. De Bijbel zegt bid. Maar doorbraak rust niet op de schouders van de Heer Jezus meer. Hij heeft zijn deel gedaan toen hij aan het kruis hing. De verantwoordelijkheid voor doorbraak ligt op ons aller schouder hier. Want de Heere zegt, doe wat ik gedaan heb. Leef zoals ik geleefd heb en je zal doorbraak krijgen. Als doorbraak alleen maar komt door gebed, hadden we het al lang moeten hebben.